En dan moet ik daar weer bij. Ik zie de harnis, want dan komt dat klantje die daar hangt. Ja, kun je dat zo zien? Ik denk dat haast wel. Even erop inzoomen. Ja, bij dat bordje hangt een kunstbandje met rode, ja, oranje-achtige bedjes erin. Dat gaat dan weg, dat bordje gaat dan weg en daar komt het dan te hangen. En ja, dat moet ik nog even naar boven brengen, want die borststuk die heb ik gemaakt. Die heb ik ooit van mijn ouders gekregen. Dat moeten muisjes voorstellen, voor schelpjes gemaakt. Ze hebben allemaal een brilletje ook op. En dat namen ze toen destijds mee uit Spanje. Of weet ik veel waar vandaan. Met die was een beetje kadoek, dus daar heb ik even een druppeltje sponglijm eronder gedaan en voilà. Dus ja, dat dus. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinne aan de Beestenboel. Want ja, daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Het is vandaag alweer reeds dinsdag en we leven op de 22e van de 11e 2022. Hey, klinkt leuk. Enkel, ja, je hebt jammer genoeg geen 22 maanden, anders was het 22-22-2022 geweest. Maar dan gaat het er niet worden. Nee. Maar in ieder geval, alle gekheid op een stokje, het is 15:20 en dat ik jullie zo laat erbij pak, nou ja, ik kon vannacht niet de slaap vatten, ik lag gewoon weer te woelen en te doen en dan weer zitten en dan weer liggen. Dus dan is het al met al dat je weer laat in slaap valt en laat uit je bed komt. En ik had ook giga hoofdpijn en giga rugpijn. Dat is allemaal gezakt, dat is nog wel enigszins, maar het is gezakt. Maar ja, ik heb ook een paar keer een halve tramadol ingenomen. Ik mag geen hele, wordt er dan gezegd. Nou ja, dan neem je maar een halve. Maar ja, al met al is het anderhalf geweest. Ja, als ik dat nou in één keer had genomen. Maar ja, daar slaap je ook op, hè. Ja. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Ik ben vandaag dus ook nog niet verder geweest. Die tafel moet nodig opgeruimd worden en ook netjes gemaakt worden. Dat ga ik straks wel mee beginnen. En voordat ik daarmee ga beginnen, ga ik eerst met de trap in de gang bezig. Daar wil ik ook nog een slinger hangen. Dus het komt ook wel goed. En dan kan morgen die boksen allemaal omhoog. Ik moet nog even een tafelkleed strijken op de eettafel. En dan is er nog de wacht op de bloemist, wanneer hij takken hebt. En dan komen er ook nog takken uiteraard. Ja, en dan zit ik weer heel even in het troep, want die takken moeten dan versierd worden. Maar dat is allemaal in die hoek dan. En dan moet ik daar weer bij. Ik zie de harnis, want dan komt het klantje die daar hangt. Ik weet niet of je dat zo ziet, ik denk het haast wel. Even erop inzoomen. Ja, bij dat bordje hangt een kunstbandje met rode, ja, oranje-achtige besjes erin. Dat gaat dan weg, dat bordje gaat dan weg en daar komt het dan te hangen. Dus ja, dat dus. En uiteraard boven de eettafel komt er ook weer een bord te hangen. En buiten komt er weer wat te hangen. Dus ja, dat komt allemaal goed. Ja, ik verheug me er weer op. Dan zit ik weer even een dag in de troep, maar het is om het mooi te maken. Ja, en dat is echt mijn ding, om zulke soort dingen te doen. Heerlijk. Ja, jammer dat het niet hele jaar door kerst is, hè. Maar ik vind het gewoon geweldig om zoiets te doen. Kerststukjes maken of wat dan ook. Ja, bewaar ook maar een champotje of een pindakaaspotje. En maak die schoon. Doe daar oase in. Of doe daar, als je daar geen geld voor hebt, dan doe je daar gewoon tuingrond in. Of wat dan ook. Als het schoon is. Je neemt het houten dubbele kleren hangen waar je een broek op kan hangen.
dat wikkel je helemaal om met de kleur crêpepapier die jij wil. Rood, zwart, wit, groen, weet ik veel. Er zijn tegenwoordig allerlei kleuren van. Dan knip je een band af, maak je vast met plakbandje en dan begin je te wikkelen helemaal eromheen. Je hebt wel 6 kaarsenknijpertjes nodig. En meestal verkopen de tuincentra's dat nog wel. En dan ga je aan één kant of aan weerskant de takken neerzetten. Het hoeft niet per se van een dennenboom, nee. Dus als je daar geen geld voor hebt, dan doe je dat met van een heg of zoiets. Ja, dat heb ik vroeger ook wel gehad. Van een heg. Nou heb ik gewoon kunst erin, ja, waarom niet? En dan nou, doe je daar wat ijslametten op van de kleur die jij ook wil. En dan, want daar ook jij een heleboel kleuren van tegenwoordig. En de meesten weten niet eens wat ijslametta is. Jongen, nog een toe. Nee, tegenwoordig wordt het niet meer gebruikt. Maar in ieder geval, ja, ik gebruik het ook niet meer. Want op ieder takje zo'n draadje te hangen. Nou, boe, ik geef het niet te doen. Het moet er ook weer uit, want het kost nog geld. Ja, maar in ieder geval, en dan 6 kaarsknijpertjes op dat dwarslasje. Eentje zo, eentje zo, eentje zo, eentje zo, eentje zo, totdat je er 6 erop hebt. 6 van die kleine kaarsjes erin. Niet aansteken, of je moet er echt bij blijven. Maar niet aansteken en het alleen nog laten staan. En ook geen kinderen erbij. Nee, vooral geen kleintjes. Nou, nee, een heel leuk kerststukje. Van nog, ja, nou, net na de oorlog of in de oorlogtijd, weet ik veel wanneer mijn moeder het maakte. Maar in ieder geval, ja, die heeft het ooit gemaakt als klein kind zijnde. Ja, heeft ze nog een prijs mee gewonnen ook, ja. Maar oké, lieve vriend, ik ga met mijn meisjes lopen en ik zeg gewoon tot straks. Oh, lief. Zo lief. Hé? Die zijn zo lief. Ja, hè. Jij bent ook lief, hè. Ja. Nou, lieve vrienden, ik ga jullie even het een en het ander laten zien. Maar dan moet ik eerst mijn stok weer zien te vinden. O ja, die had ik daar te hangen. Zo. Nou, dat staat hier nog. Logisch, want de takken moeten nog komen. Daar staat één box. Ik heb er alweer 2 naar boven, maar dat moet ook hier blijven. Daar lig je aan. Daar zitten nog slingers in. Heb ik nog nodig. Maar die tak had ik er al hangen. Dat wordt die gouden. Die had ik ook al hangen. Die heb ik altijd hier hangen. Maar ik heb nou een slinger door de gang heen gehaald. Ik viel. Zo wat. En dat moet ik niet doen. Zo. Zo. En dan gaat het daar. Nou, moet die van daarbij langs. En daar ook helemaal bij langs. Ik weet niet waar ik sta. De harnisje. Ook het schilderij heeft ook een slingertje. Verder kon ik niet. Nee. Ook niet bij. Dus. Dan kan die weer uit. En ook, ja, die is van mijn pleegbroertje geweest. Ooit, in het verre verleden. Die heb ik ook altijd hangen. Die heb ik altijd. Nou, Google Hub, die zegt ook wat. Hé, hey, wat ben je aan het doen? Nou, alles. Behalve het goede. Nou, die ster hangt er. Even zien, die klokjes heb ik altijd hangen. Daar, ook op het kleinste kamertje, moet je het eventjes versieren. Is altijd leuk voor de gasten. De ene keer heb ik het zo, de andere keer heb ik het zo. Ja, moet toch leuk zijn. Vind ik, ligt maar een beetje. Ik heb er soms ook wel een slingertje erdoorheen hangen. Dus, nou, dan kan het hier ook uit. Ook is de eettafel klaar. Ja,
Voilà. En mijn zwaantjes staan er ook bij. Die en die. Dus ja. En ja, dat moet ik nog even naar boven brengen. Want die borststuk die heb ik gemaakt. Die heb ik ooit van mijn ouders gekregen. Dat ze moeten muisjes voorstellen, voor schelpjes gemaakt. Ze hebben allemaal een brilletje ook op. En dat namen ze toen destijds mee uit Spanje. Of weet ik veel waar vandaan. Maar die was een beetje kadoek, dus daar heb ik even druppeltjes kronlijm eronder gedaan en voilà. Dus ja, dat dus. En dan ga ik een bakje koffie klaarmaken. Ik had die altijd op het midden. Maar ik dacht, nee, ik wil het eens anders hebben. En hij is wel ontiegelijk vol, die tafel nu. Maar ik heb een heleboel afstandsbedieningen. Ik moet nog even zien welke bij wat hoort. En welke ik niet nodig heb. En welke ik niet nodig heb, kan ik dan opruimen. En deze bal moet even gemaakt worden, want dat is een hele oude. Heel oude, verglasd op, maar zijn hoedje is eraf. En je legt er los bij en die denk je van, ja, doe je hem er toch weer in? Ja, maar dat lukt mij niet. Ja, het lukt me normaal wel en dat lukt toch wel, maar hij gaat er weer af net zo hard. Dus even een stukje secondenlijn. En dan moet ik niet zo gaan zitten, nee. Dan moet ik weer kalm wezen en ik heb nou te veel gedaan, dus ik voel dat ik dit doe. Overdreven doe ik het nou, hè. Dus ja. Dat moet me niet, moet ik rustig voor zijn. Dus ja, en de keuken, nou ja, de keuken, dat zal ik ook even lichtje doen. Ik heb op de koelkast een stickertje gedaan. Hier op de kast heb ik een stickertje gedaan. Tenminste, raamstickers zijn het eigenlijk. En hier ook. En daar ook. Dus ja, ook dat. En daar hangt het natuurlijk heen. Maar ja, daar hangt nou ook een kerstman. Dus daar ken het niet. En die kerstman die hing altijd in de trapschat. Nou, die, nou mag hij wel eens een keer hier hangen. Voor het raam. Vind ik leuker. Enkel, ik ben mijn sneeuwlamp kwijt. Ja, niemand de deur uit. Waar is mijn sneeuwlamp? Ik weet niet waar ik hem gelaten heb. Ik zou het niet weten. Maar ja, oké. Jullie hebben het gezien, dacht ik zo. De boel is op zich weer verder netjes en mooi. Hé, wat ben je aan het doen? Ja, dat vroeg ze al. Ja, nou, daar gaat je niks aan. Nee. Maar in ieder geval, ik ga eventjes nog een stukje van CUS to the dress kijken. Dan, hoe laat leven we? Het is 19:37. Om 8 uur schakelen we over naar GTST en daarna schakelen we over naar 2 kerstfilms op RTL 8. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. Ik ga het zeker doen, want ik moet ook nog een vlog in elkaar zetten. Dus ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, de tijd is weer aangebroken om naar bed toe te gaan. En nou ja, die is al lang al aangebroken, maar... Ik was helemaal verlaat vanwege alles. Vlog in elkaar zetten, film kijken, voor de kerstfilms. Ik moest terugkijken, want ik heb ook eerst de meisjes uitgelaten. Daar vandaan ik terug moest kijken. Dat het is nou al met al bijna 3:30 in de ochtend. En ik moet nog slapen. Ja, ken je dat? En om 1:00 straks staat Erwin weer voor de deur. Ja. Dus we gaan wel naar bedje toe. Elwing is al naar boven. Kandalf is geruime tijd al boven. En Rijka die staat nog naast me. Hey, ja. Dus we gaan lekker slapen. Dus ik zeg welterusten, lieve vrienden. Geniet van jullie nachtrust. En graag tot over een aantal x uren aan de andere kant van de nacht.